Real Man Kitchen, waar mannen de baas zijn in de keuken en waar echte mannen dingen doen. Het is vrijdag en dat betekent bij ons thuis stevast Vistik Vrijdag. De dag waarop de keuken alleen toegankelijk is voor mijn expertise. Nou ja, bijna dan, want deze twee zijn natuurlijk altijd welkom in de keuken. Daarom gaan we vandaag een gezonde maaltijd maken, waarvan ik zeker weet dat die helemaal opkomt. Zullen wij vandaag papa lekker gaan spelen met eten? Ja! Nou, en ons eigen visfort bouwen? Ja! Ja! Dit heb je nodig voor je eigen visfort. Aardappelen, boter, een dikke wortel, een ei, melk, nootmuskaat, peper en zout. Dat is suiker. Juist, iglo fijn gehakte spinazie en iglo vissticks. Allereerst leggen we de vissticks in de oven en laten ze daar 15 minuten goudbruin van kleur worden. Haal ze er maar uit. Leg ze dan maar netjes neer. Zo, twee. Zo. Kijk eens hier. Hoppakee. Zo. Kook de aardappelen gaar en maak er een stevige puree van. Met een klontje boter, een scheutje melk en een eierdooier. En voeg dan naar smaak een beetje zout, peper en nootmuskaat toe. Ah. Goed opletten, hè? Heel belangrijk moment dit. Want dit is heel moeilijk om te doen. De spinazie warmen we op in de pan. En dan roeren we die af en toe vol passie door. Ah, tijd om te metselen. Schik de aardappelpuree midden op het bord en dan plakken wij de vissticks er tegenaan. En dan snij ik ondertussen de peen in een paar grote plakken, want dat wordt de poort. Vul het kasteel met de spinazie, de vlaggetjes erin en het visfort is geopend. Ja! Het is bijna jammer om het op te eten. Bijna. Aanvallen! Abonneer je nu op mijn YouTube-kanaal en dan geef ik deze twee de hele week te eten.